Teun, jouw ploeg kwam op bezoek. Hoe was het vanavond? Ja, het was een mooie speciale avond. Altijd leuk om die gasten weer te zien en bijzonder om ze hier bij mij thuis te hebben, om het zo maar te zeggen. Had je ze een beetje gemist? Nee. Nee, maar dat komt omdat ik had een weekje vrij na het Nederlands elftal. En toen heb ik met een hoop gasten afgesproken in Nederland. Dus eigenlijk heb ik ze 1,5 week geleden heb ik nog een hele hoop gasten gezien. Dus in dat opzicht missen, ja, ik mis ze altijd. Maar ik had ze kort geleden nog gezien. Toch is het natuurlijk anders dat dan AZ hier in Bergamo bij Atalanta op bezoek komt om een wedstrijd te spelen. Hoe heb je de wedstrijd ervaren? Ja, het is doodzonde dat we gelijk al aan het begin zo'n onnodige goal tegengeven. Maar ja, ik denk een mooie oefenpot. AZ is altijd een goed team met wil altijd graag voetballen. En dat is ook voor ons mooi uitdagend in het druk zetten en dat soort dingen. Dus ja, al met al een bijzondere wedstrijd. Ja, want ik kan me voorstellen, dan speel je tegen AZ, dan ben je extra gebrand om te winnen. En dan verlies je met 1-0. Wat zeiden de jongens tegen je? Helemaal niks. Omdat ze denk ik ook niet heel trots waren op die goal zelf. Maar ja, natuurlijk, je wil altijd winnen, maar ik was niet specifiek bezig met dat het per se AZ was en dat je daardoor extra gemotiveerd bent. Je wil altijd gewoon die wedstrijd spelen. En vooraf ben je met die jongens in gesprek en ja, dingen, heb je het over allerlei dingen. En die wedstrijd is dan ook weer die wedstrijd, dus ja. En na afloop dan, kan je ze dan nog een beetje spreken? Ja, tuurlijk, ik ben net even langs geweest in de kleedkamer, dus een aantal gasten blijven nu bij mij thuis nog voor het nieuwe jaar. Dus ja, dat komt helemaal goed. Dus daar kan je een nieuw jaar mee vieren. Pascal nog even gesproken? Ook nog, ja, wie niet eigenlijk. Nee, trainer ook nog gesproken. Dus het is altijd leuk om een oud trainer en het hele technische staf en de spelers weer terug te zien, de medische staf. Nog helemaal bijna hetzelfde toen ik er was. Dus dat is ook niet heel lang geleden natuurlijk. Maar nee, het is hartstikke leuk om iedereen weer te zien. Dan heb je natuurlijk net het WK gespeeld. En nu aan deze oefenwedstrijd van de week al een wedstrijdje. Hoe zit je erin? Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja, nee, kijk. Het zijn drukke schema's, maar ja, door veel wedstrijden spelen word je ook hartstikke fit. En dat maakt je, dat doe je het liefst als voetballer natuurlijk. Dus nee, ik voel me prima. Helemaal klaar voor het tweede seizoen zelf dan ook weer met Atalanta? Ja, ik ben altijd klaar, dus het komt wel goed. Dat was misschien vanavond nog wel extra bijzonder, want je hebt wel eens eerder met Peer op het veld gestaan, je broertje, maar vanavond stond je ook echt tegen hem. Hoe was dat? Ja, dat was niet zo heel lang, maar echt in duel zijn we volgens mij niet gekomen. Maar ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Je kijkt daar vooraf in de wedstrijd ook al naartoe. Het is heel bijzonder dat je opeens. Ik heb natuurlijk een oefenwedstrijd bij AZ met hem samengespeeld. Maar dat hij daadwerkelijk ook nu een keer tegenover staat. Ja, dat is natuurlijk wel een hele unieke situatie. En ja, dat is voor ons, denk ik, als familie zijn heel bijzonder. En heel leuk. Ook wel grappig dat het een keer gebeurd is. Ja, wat zeiden die ouders van tevoren toen toen deze wedstrijd eraan kwam? Ja, voor hun was het ook heel bijzonder natuurlijk om die twee zoons zo tegenover elkaar hebben te staan. Wat ik al zei, het is vrij uniek dat natuurlijk AZ hier op bezoek komt. Ja, dat dat allemaal zo past en dat het zo uitkomt en dat het gepland wordt. En dat je broertje er ook nog eens er zit, ja, dat is wel heel bijzonder. Je hebt nu gezien hoe ze dan vanavond hebben gespeeld, AZ. We staan vierde in de competitie, tweede seizoen zelf gaat beginnen. Wat is jouw verwachting van wat dit AZ kan de komende maanden? Nou, ik hoop dat ze gewoon hun vaste doelen kunnen behalen die ze hebben. En dat is bovenin meedraaien en het Europees voetbal behalen. De top moeilijk blijven maken, dus bij die eerste plekken blijven zitten. Dat hebben ze het afgelopen seizoen zo goed gedaan. Met goed spel ook, een aantal mooie overwinningen behaald. En ik denk dat die ploeg zeker in staat is om dit een heel seizoen door te trekken. Omdat je ook vandaag weer ziet hoeveel kwaliteit op het veld staat en hoe makkelijk jongens voetballen. Het is nog een lange weg te gaan voor ze, want volgens mij zitten ze nu eens op de helft. Dus ja, ik hoop meer gewoon, ik gun het gewoon dat ze hartstikke goed doen. En ik heb niet per se verwachtingen van waar ze gaan eindigen.